Vulpen. Ja. Aardige man. Ja, ik heb laatst een debat gekeken. En toen vond ik dat hij er best redelijk uit. Maar hij werd natuurlijk in de zeik genomen door die wethouder Noorder. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Oké. Okay. Ja. En jij? Lijst 7, Fatima Farid. Ah, hartstikke goed. Wat heb jij gestemd? Of ga je nog stemmen? Ik ga straks Haagse Stadspartij stemmen. Weet je ook al wie? Ik neem de bovenste. De bovenste, ja, ja. Ik ben een zwevende kiezer. Een zwevende kiezer? Een hele zwevende kiezer. Dan moet je wel kijk eens hoe het zweeft. Ja, echt een zwevende. Maar je moet... Hij is uit de envelop gehaald. Maar je moet hem wel openmaken en niet weggooien. Hoe gaat dat? En jij? Heb jij al gestemd? Ik heb nog niet gestemd en ik wacht totdat ik in het stemhokje sta. Oh. En je wil het ook niet vrijgeven? Hij weet het wel, maar wil het niet zeggen. Nee, ik weet het echt niet. Oh. Ik serieus. Oké. Nou... Marco, heb jij nog een idee wat je gaat vanaf stemmen? Vanaf de VVD 3 naar links of zo? Nee. Ik stem op Bert Bloks Groentehal. Nee, Stadspartij denk ik. Stadspartij. Ja, ik raad Elvin aan om op de Stadspartij te stemmen. Dat heb ik ook gedaan. Nou, hartstikke goed. Ik doe het zelf ook. Nou, even kijken. Wat ga jij doen? Nou, ik ga natuurlijk ook Stadspartij stemmen. Want ja? Joris die kan niet meer stuk bij mij. Okay. Joris Wijsbeelder. Heel goed. Dan gaan we December stemmen. Ja. December? Je kan stemmen in december. Ja. Krijg je dan ook een high tea erbij? En dan hebben we Edstof. Dat weet ik niet. Kan dat aanlopen? Maar ik denk wel, December is heel erg voor de PVV. Exit poll van Haagse Waar stemmen we op? Wat ga je stemmen? Stadspartij. Oh, kijk eens even. Dat zijn we nog niet eens gezet, hè? Nou, ongelooflijk. Dan moeten ze ook maar een kop koffie komen. Mag ik even bijvertellen? Hij zei dat tegen mij daarnet. Ik weet niet of dat voor de Kamer herhaald mag worden. Hij gaat stemmen op de voormalige Haagse stadsdichter die wegbezuinigd is, Harry Zevenbergen. Oh ja. Ja? Ja, dat is de lijst duur. De lijst duur, ja. Was nog een lijst duur. Philip Akkerman als een kunstenaar. We hebben de verleden keer opgestemd. Dus stem op de laatste op de lijst, mensen.